Al zo lang er mensen bestaan, bestaat gastvrijheid. Al eeuwenlang worden gasten verwelkomd en wordt hen onderdak en vervoer geboden. Veiligheid en beschutting om te rusten of om te werken. Voeding en drank, lichaamsverzorging, ontspanning, gezelligheid en entertainment, luxe en comfort. Hospitality is van alle tijden en overal. Hospitality raakt alle vijf zintuigen waarmee we onze omgeving waarnemen en ervaren. Horen, zien, voelen, ruiken en proeven. En onze zintuigen bedriegen ons zelden. Ze geven feilloos aan of het goed en aangenaam is, hoe verschillend we ook zijn. Hospitality is een beleving die alle mensen aangaat. Waar mensen zijn, speelt gastvrijheid altijd een belangrijke rol. Hospitality ervaar je als gast, als toerist in een vakantieresort, maar ook als werknemer tijdens je werk, als winkelende consument, als patiënt in een ziekenhuis, voor business in een hotel of conferentie. Maar een hotel is niet alleen om in te slapen. Een werkplek is niet om je te verstoppen achter de computer. Het zijn omgevingen waar je contact maakt met mensen, waar je elkaar inspireert, samen of alleen iets beleeft. Omgevingen waar je iets wilt bereiken. Hospitality Business is wereldwijd een van de grootste en snelst groeiende bedrijfstakken in de dienstverlening. Kantoren, hotels, attractieparken, horeca, ziekenhuizen, steden en landen, ze zijn allemaal afhankelijk van hun gasten. Al die gasten worden bediend met een enorm scala van diensten. Gastheren en gastvrouwen in vele gedaanten zorgen voor goede en aangename voorzieningen om optimaal te kunnen werken of om volledig te kunnen genieten van vrije tijd. De Facility Manager creëert binnen een bedrijf een totaalconcept van optimale omstandigheden voor werknemers en bezoekers. Daarbij horen een goed gebouw en uitstekende voorzieningen. Van receptie, catering tot de parkeerplaats en de beveiliging. De hotelmanager verleent optimale service aan zijn gasten. Plezierige ambiance, uitstekende faciliteiten, vriendelijke en attente hosts, ontspanning in restaurant en spa. Evenzo zorgt een stad ervoor dat zijn bewoners en bezoekers er aantrekkelijk kunnen wonen, winkelen en zaken doen. En natuurlijk de toeristisch managers, die allerlei activiteiten en arrangementen aanbieden in binnen- en buitenland. Voor een dagje uit of reizen naar exotische en spannende bestemmingen. Meer mensen geven steeds meer geld uit aan hospitality. Het is een groeiende big business geworden. Een commerciële omgeving waar geld moet worden verdiend. Hospitality business is van alle tijden, in welke vorm dan ook. Saxion Hospitality Business School is de hogeschool voor actueel en innovatief onderwijs en onderzoek. Voor en met de markt. Hiervoor zijn bijzondere mensen nodig. Ze zijn ambitieus, gastvrij en leergierig. We willen graag leren van elkaar, van bedrijven en organisaties uit de beroepspraktijk, om onze prestaties steeds verder te verbeteren. We zijn professionals die het talent hebben om aan te voelen wat mensen nodig hebben om goed en aangenaam te werken of te genieten van vrije tijd. Op het juiste moment en op de juiste wijze. Mensen die weten dat gastvrijheid van nu en straks een delicaat spel is waarin kwaliteit van dienstverlening voorop staat. Dat is a new sense of welcome. Welkom bij de Saxion Hospitality Business School.